Specialized Able Elite. Een echte trekkingfiets voor vieze Nederlandse omstandigheden in voor- en najaar, waar er veel klei op de weg ligt. Want hij is namelijk gebaseerd op een cyclocrossfiets. Ja, en met zo'n cyclocrossfiets ga je dan toch altijd een extra paadje extra pakken. Helemaal aan gort gereden in het pad, maar die doet hij prima. Al zouden de loppenbanden ook lekker zijn. De componenten waarmee de Able is opgebouwd is natuurlijk een mix van Specialized onderdelen en van grote andere leveranciers. Nou, stuur, stuurpen, zadel en zadelpen die komen bijvoorbeeld uit eigen huis van Specialized. De remgrepen en tevens de versnellingshendels die komen bij Shimano vandaan. Het is de Sora-serie. De remschijven en de remklauwen die komen daarentegen weer bij Tektro vandaan. Nou, de combinatie van remmen en remschijven werkt eigenlijk prima samen. Die Sora-serie van Shimano, dat is natuurlijk de instapserie. Is dat slecht? Nee, absoluut niet. Want Sora heeft in de loop der jaren een hele betrouwbare naam opgebouwd. En daarnaast zijn die onderdelen overal gewoon verkrijgbaar, mocht er eens een keer wat kapot gaan. Nou, remhendels van Shimano en hieronder de mechanische klauwen van Tektro. Nou, je ziet het. Daardoor worden de remblokken tegen de schijf aangeduwd en rem je. En omdat die kabel bediend is, mechanisch, ja, is die ook als hij een keer kapot gaat heel makkelijk te repareren. Nou, naast die voor- en achterderieur van Shimano Sora heeft hij achter een 9-speed cassette. En het kleinste tandwieletje heeft 11 tanden, de grootste 32. Nou, voor zijn natuurlijk 3 bladen gemonteerd, zoals dat bij een echte trekkingfiets ook hoort. Het kleinste blad heeft 30 tanden en het grootste heeft er 50. Nou ja, 11 en 50, dat levert natuurlijk een fantastisch langzaam trappende combinatie. De Specialized Able is erg compleet opgebouwd. Wat mij een beetje verbaast zelfs, is dat er een tubus achter- en voordrager op zit. Toch meestal vrij prijzige componenten. Natuurlijk ook een voorspatbord en een achterspatbord en achter een reflector. Wat hij niet heeft, is een voorverlichting. Nou, en ondanks dat ik vind dat de Able wel heel erg compleet is, mist hij toch echt 2 cruciale onderdelen. In de eerste plaats heeft de fiets geen bel. Nou ja, is natuurlijk gewoon verplicht. En het andere, ja, waarom staat hij hier tussen deze fantastische kleivoren? Omdat de Specialized standaard mist. En dat snap ik niet, want trekkingfietsen hebben ook gewoon een standaard nodig. Nou, de Trigger sportbanden komen ook uit het eigen huis van Specialized. En ze hebben een vrij grof profiel, nou, dat op asfalt eigenlijk nog best soepel loopt. Maar in het wat meer onverharde werk het al heel goed doet met veel grip. Ja, en in dit soort klei, daar wil je natuurlijk gewoon echte noppen hebben. Mooi is wel dat ze een anti-lekkerrijlaag hebben. Als je dan een lekkere lange fietsvakantie wil maken, is het natuurlijk van belang dat je voldoende water mee kan nemen. Nou, dat kan op deze Specialized prima. 1 bidon houden, plek voor de tweede en hieronder is dan plek voor de derde. Nou, en 1 klein detail op deze Specialized maakt deze trekkingfiets voor mij een echte trekkingfiets. Een spatlap, waar vind je ze nog op fietsen? En dat spatlapje zorgt ervoor dat mijn tandwielen gewoon schoon blijven. En dat is weer goed voor een lange levensduur. De Specialized Able Elite. Nou, ik vind het een fantastische fiets. Zeker als je de prijs bedenkt. €1199. Nou, op die zijstandaard en die bel na is die helemaal compleet om gewoon op wereldreis te gaan. En ja, een gewicht van 14,8 kilo. Maar ja, dat was vanmorgen schoon aan de haak. Dus ja, ik heb thuis nog wat te doen.